Ziezo, dat loopt. In elk geval hartelijk dank dat je tijd wil nemen om voor dit interview. Mijn eerste vraag is eigenlijk heel algemeen. Je bent onderzoeker. Hoe ben je ertoe gekomen om onderzoeker te willen zijn? Geweest eigenlijk. En nu heb Je ik de bent nu geen overstap. onderzoeker meer. Nee, nu Nee. doe ik geen onderzoek Ah ja. meer sinds kort. Hè. Maar wel 14 jaar onderzoeker geweest sinds 2005. En hoe Hoe ben ik kom je daartoe daartoe? gekomen? Ja. Wel, na de master, Germaanse talen, Nederlands en Duits. Ik had een thesis geschreven over vreemde taalverwerving Duits. Ja. En op dat moment, het is heel toevallig gegaan dus, kwam er hier aan de UGent een vacature vrij binnen algemene taalwetenschap. Lesgeven aan de ene kant, aan de andere kant ook de mogelijkheid om een doctoraat te starten op een thema naar keuze. Ja. Het thema lag eigenlijk niet vast, want het was geen Dus kreeg je eigenlijk van in het vastgesteld. begin vrij veel Ja. vrijheid. Ja. En dus dat sprak mij wel aan, dus ik heb voor die vacature gesolliciteerd. En dan was de vraag, ja, wat zou je precies willen onderzoeken? Dat hoefde toen nog op dat moment niet concreet te zijn. Eigenlijk het onderzoeksveld was al voldoende. En aangezien mijn thesis over vreemde taalverwerving ging Duits, wilde ik eigenlijk in vervolgonderzoek ook over vreemde taalverwerving Duits werken. Mijn thesis ging over die wekselprepositionen in het Duits en casusgebruik daarbij en hoe je dat aanleert. En doctoraat ligt in het verlengde daarvan, want dat ging over de verwerving van naamvallen in het Duits als vreemde taal. Maar ondertussen ben je eigenlijk richting, ja, ik zie dat dit er een centrum is, eigenlijk NT2. Ja, wel, hier zijn ook vreemde talen Ja. natuurlijk. Dus Duits is hier ook aanwezig en aan andere vreemde talen. Maar ik ben inderdaad de laatste 2, 3 jaren meer met wel meer in contact gekomen met NT2. Niet zozeer op vlak van onderzoek. Het was Ja. vooral beleidsmatig. Ja. Ik ben die richting uitgegaan. Ja, want ik heb gezien dat je eigenlijk nu coördinator bent voor het centrum hier, voor wat Ja, betreft NT2. voor NT2 en Ja. voor de vreemde talen. Ja. Ja, ik ga vrij veel vragen stellen over de periode van uw onderzoek. De eerste vraag eigenlijk, en dat is het gevolg van het feit wat de opdracht hier eigenlijk was, en ging eigenlijk als volgt. Dus professor Slembroek die zei: lees dit boek, ik weet niet of je het kent. Ken ik, Ja. ja. Lees dit boek, je zult vaststellen dat er drie methodologieën zijn: kwalitatief, kwantitatief En en mixed. gemengd. En nu is het de bedoeling dat ik aan drie onderzoekers, en u bent mijn derde, vragen stel over A, hoe sta je tegenover die methodologieën? B, welke gebruik je? Ja, Dus. ik denk dat ik. Wacht, hoe sta ik daar tegenover en welke Ja, gebruik ik? Dat zijn twee vragen, twee hè? Ja. vragen. Ik denk de gemengde, dus in één Ja. onderzoeksproject, hè, met een onderzoeksvraagstelling, Ja. heb ik denk ik nooit. Nooit de gemengde methodologie gebruikt. Ik heb nooit een onderzoek gedaan waar ik een kwantitatieve methodologie heb gebruikt, aangevuld met een kwalitatieve. Dat Niet. kan het me nu niet zo meteen voor de geest halen dat ik dat gedaan heb, maar ik heb wel ofwel eerder kwantitatief of eerder kwalitatief gewerkt. Ja. Maar in aparte Ja. studies dan. Oké. Mijn doctoraat zou ik omschrijven als als een kwalitatieve Ja. methode. Wat maakte het kwalitatief? Dus ergens de technieken Wel, waarschijnlijk die je gebruikt ja, hebt. maar wat maakt het kwalitatief? Ik moet eigenlijk terugkomen op mijn woorden. Want als je zegt dan wat maakt het kwalitatief, dan denk ik kwalitatief onderzoek is je beschrijft wat je ziet Ja. Door middel van audiomateriaal, videomateriaal of maar je beschrijft en je leidt daar dingen uit af, die dan leiden tot leiden tot nieuwe onderzoeksvragen die hypotheses kunnen genereren.
En nu ik dat zo zeg, denk ik, ja, mijn doctoraatsonderzoek was eigenlijk niet hypothese genererend, maar eerder hypothese testend. En vaak lees je in de literatuur dat dat een onderscheid is tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Kwantitatief onderzoek gaat hypotheses testen. Ja. En stelt op voorhand een aantal hypotheses vast. En in een experimentele studie halen ze daar een aantal dingen uit en dat wordt getest. Ja. Kwalitatief onderzoek is dan eerder op basis van het materiaal wat je hebt verzameld, ga je hypotheses genereren die je dan nadien kan gaan testen. Voor het doctoraat, naar die verwerving van dat navalsysteem in het Duits, had ik eigenlijk op basis van een theoretisch model op voorhand duidelijke hypothese. Dat is, dat is de verwervingsvolgorde, structuur die we kunnen gaan verwachten. Dat is getest in een longitudinaal onderzoek. Verschillende testmomenten van sprekers, leerders van het Duits. Dus eigenlijk had je daar wel een vrij uitgebreide gesproken dataset. Ja. En op die manier zijn hypotheses getest. Is dat nu kwantitatief, kwalitatief? Ja. Dat is eigenlijk, ik vind het zelf moeilijk om mijn doctoraat in een van beide paradigma's te plaatsen. Ja, maar het was grotendeels kwalitatief toch? Ja, het is longitudinale data. Je hebt een dataset, gesproken materiaal. En je gaat op zoek naar de patronen in dat gesproken materiaal. En dat deed ik dan met de distributionele analyses. Dus dat is eigenlijk eerder kwalitatief. Of implicationele analyses ook. Hè. Dus, maar de doelstelling was wel om hypotheses te testen, hè, te verifiëren of ze klopten. Heb je ook nog papers geschreven die grotendeels kwalitatief waren qua methodologie? Ja, één paper zou ik misschien als kwalitatief kunnen beschouwen, dat puur kwalitatief was. Dat was eigenlijk een content analysis, een inhoudsanalyse van een corpus journalistieke teksten. Ja. Dan ging het over redactionele teksten, dus geschreven door redacteurs, maar ook opinieteksten enzovoort in de Vlaamse kranten. In een periode van 1999 was dat, tot 2006. En wij hebben toen gezocht op de woorden meertalig onderwijs, klil, als een voorbeeld van meertalig onderwijs, voorbeelden van minderheidstaalonderwijs, hè, dus Turks of Arabisch als instructietaal of als hulptaal. Dus dat waren een aantal woorden die we zochten in de database van al die kranten. Ja. Zo kwamen we tot een corpus. Ja, ja. En hebben we gekeken naar de percepties en wie die percepties dan of wie die meningen ook vertolkte. Hè. Waren dat politici, opiniemakers, redacteurs zelf? Om een beeld te krijgen, wat is nu de houding, wat is in het Vlaamse publieke debat ten overstaan van meertalig onderwijs? Ja. Dat is denk ik een kwalitatief onderzoek. Ja, wat mij betreft overduidelijk. Ja, ja. Ja. Maar ik begin te voelen dat je eigenlijk nu de laatste tijd, enfin, de laatste onderzoeken blijkbaar meer kwantitatief waren. Enfin, ik wil u niet leiden, maar ik bedoel, dat gevoel krijg ik nu. Wel, ik ben denk ik het meeste thuis in kwantitatief onderzoek. Ja. En dan voeg je daar vaak meteen aan toe en statistische analyse van de resultaten. Ja. Ik zou niet zeggen dat dat nu de laatste jaren mijn focus is. Dat is geen lijn in te trekken hoor. Ik moet nu wel denken aan een artikel wat puur kwalitatief, kwantitatief was. Ik met ook de lijst van uw artikels bij. Statistische analyse, ja, dat was een studie over woorderkenning. Ze staan waarschijnlijk chronologisch. Ja, het gaat 2011 geweest zijn.
Ja, hier. Een studie over woorderkenning. Mm-hmm. Nederlands-Engels, ja. Waar we... Dat is eigenlijk een psycholinguïstisch experiment geweest. Mm-hmm. En daar keken we naar... Kijk, als je nu een Engelse zin leest. Hè. De mm-hmm. proefpersonen zagen die zin op het scherm. Ja. En ze zagen de woorden één voor één verschijnen. Mm-hmm. En dan moesten ze op dat laatste woord reageren. Is dit nu een woord of is dit geen woord? Ja. Is dit een bestaand Engels mm-hmm. woord of niet? Mm-hmm. Sommige van die woorden waren natuurlijk non-woorden, geen bestaande Engelse ja. woorden. Dan moesten ze zeggen, ja, nee, het is geen bestaand Engels woord. Mm-hmm. Andere woorden waren bestaande Engelse woorden, alleen in het Engels. Ja. Maar dan waren er ook woorden die... qua vorm, hè, mm-hmm. homografen dus, mm-hmm. Ook bestaan in het Nederlands, ja. maar een andere betekenis ja. Hebben. Hè. Bijvoorbeeld big, mm-hmm. wat een big is in het mm-hmm. Nederlands. Ja. Dat waren dan woorden die in twee talen bestonden. Ja. En het idee is dan natuurlijk, als ze dan dat woord zien, mm-hmm. dat er een kleine vertraging optreedt mm-hmm. in die verwerking, omdat er ergens... wat die processing, wat ja. die verwerking betreft, komt die andere taal daar was even. Was dat al de hypothese? Dat was de hypothese, ja. dat er een, men noemt dat de homografen inhibitie. Hè? Dus mm. als je iets ziet, wat ook in een andere taal aanwezig is, mm. dan treedt er een kleine vertraging op. Mm-hmm. Je hebt ook cognaten facilitatie, dat is een mm. andere hypothese, die mm. hebben we niet getest. Ja. Een cognaat is een woord dat dezelfde vorm heeft, ja. maar ook dezelfde betekenis. Mm-hmm. En het probleem bij een homograaf, mm. dat een andere betekenis heeft, ja. Zit je daar eventjes met een competitie. Mm. Van, oei, welke ja. betekenis moet ik ja, hier kiezen? Ja, ja, ja. Het is eigenlijk wel een interessant onderzoeksveld. Mm-hmm. Want je ziet, als je die woorden apart te zien krijgt, dan zie je duidelijk een inhiberend effect. Mm. Want ze weten niet, ja, is het nu Engels ja. of Nederlands. Ja, ja. Krijgen ze eerst een Engelse zin te zien, dan neemt dat inhiberend effect wel wat af. Omdat mm. ze wel toegeleid worden ja, ja. naar het Engels. Maar mm-hmm. het is er wel nog altijd. Mm-hmm. En wij wilden nu wel weten, dat hebben wij eraan toegevoegd. Ja, maar wat met sommige Engelse woorden of sommige homografen zouden kunnen passen in de context? Ja. Op basis van woordklassen. Mm-hmm. Dus als het een substantief ja. is in het Engels, en het is ook een substantief in het Nederlands, mm-hmm. ja, dan kan het daar passen en ga je het effect misschien niet zien. Mm-hmm. Zie je daar, zit je met een contrast, het is een substantief bijvoorbeeld in het Engels en een adjectief zo, in het Nederlands, mm-hmm. of omgekeerd, ja. dan is er wel die competitie ja. en dat hebben wij vastgesteld. Mm-hmm. En dat is dus een puur... Ja, kwantitatief experimenten waar je eigenlijk voor verschillende categorieën items voorziet. De leerders krijgen een, ja, een set van 60 zinnen te zien, reageren daarop. Ja. En dan volgt er een statistische analyse of de, ja. de reactietijden ja. of die significant verschillen tussen die ja, vier categorieën die we dan ja. op voorhand hadden vastgesteld. Dus eigenlijk ging het er vooral om die statistische analyse dan? Wel, nee. Of de interpretatie. De statistische analyse is de manier om je hypothese te bevestigen. Ja. Hè? Je verwacht, mm-hmm. kijk, bij dat soort woorden, mm-hmm. of die groep van woorden, gaan een gemiddeld gezien een iets tragere reactietijd opleveren dan ja. een andere groep van woorden. En dat kan je dan statistisch... Oké, okay. Dus de analyse was het middel om te komen tot... Tot het antwoord, hè. Ja. Ja, dus dat was duidelijk kwantitatief. Dan die andere studie over die kranten hè, en de opinies over meertalig onderwijs was eerder kwalitatief. En dan moet ik zeggen, mijn onderzoek over vreemde taalverwerving Duits, wat naamvallen betreft, en daar zijn een aantal studies over verschenen, dat is dan, ja, zit daar zo'n beetje tussen. Ja. Maar ik weet dan niet meteen of het dat gemengd is. Het is geen... Het is niet dat... Echt een gemengd onderzoek zou dan betekenen... We hebben iets kwalitatief vastgesteld. Mm-hmm. En we gaan nu een experiment, kwantitatief, mm-hmm. de bevestiging ja. zoeken. Mm-hmm. Dat en zo ging er nooit eigenlijk te werk. Nee. Nee.
Want de recente studies die dan ook over naamvallen gaan, ja, die hadden eigenlijk altijd te maken, wel, hadden altijd zo'n kwantitatieve insteek. Ja, maar eigenlijk toen je ermee bezig was, zat je niet in je achterhoofd van ik ben hier met een gemengde studie bezig. Nee, nooit. Nee. Ja, dit was ook nog over de Zweedse passieve alternantie, is ook een kwantitatieve studie geweest. De datieve alternantie, dus ook een kwantitatieve. Omdat we, goed, ik laat mij nu leiden door de analyses die we hebben gedaan. Ja. Dat zijn statistische analyses. Mm-hmm. Dat is voor mij wel een beetje een verschil. Van zodra die parametrische statistiek bij komt kijken, dan zit je met een kwantitatieve studie. Mm-hmm. Wat professor Slembroek eigenlijk benadrukte, was eigenlijk het volgende. Dat er een hele tijd geweest is dat er heel veel kwantitatieve onderzoekers waren en heel veel kwalitatieve onderzoekers. En dat er een soort oorlog was en dat wat betreft publicaties er eigenlijk duidelijk, hoe zal ik het noemen, publicaties waren die alleen maar statistisch onderzoek opnamen of alleen maar kwalitatief. Mm. En dat nu, dat daar meer gemengde studies zijn, dat men soms zijn gemengde studies voor publicatie moet aanpassen omwille van het feit dat als men het ergens gepubliceerd wil zien, dat men dan zegt van ja, nee, wij hebben het liefst alleen kwalitatief of alleen kwantitatief. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje mijn indruk. Ja. Dat je moet kiezen als voor een artikel. Hè. Mm. Dat je ergens moet kiezen, ga ik kwantitatief of kwalitatief te werk. Ja, want dat zou dus in grote mate bepalen waar dat je kan publiceren. Ja. Mm-hmm. Ja. Heb je daar die ervaring? Ja, dat is wel zo hoor. Ja, als je op zoek gaat naar een tijdschrift om je werk te publiceren, dan kijk je ook al, zijn die tijdschriften meer geneigd om kwantitatief of kwalitatief te publiceren. Als ik hier nu kijk voor de, voor mij, bijvoorbeeld Bilingualism, Language and Cognition, dat journal is kwantitatief. Mm-hmm. Een ander journal, Journal of Multilingualism, en dat is voor mij eerder kwalitatief. Mm-hmm. Dus eigenlijk weet je dat al als onderzoeker wel, waar kan ik terecht? Ja. Voor dit interview begon ik eigenlijk met de idee te zitten, te gevolge van de twee andere interviews, dat jonge onderzoekers in Gent vooral gemengd werken. Ah ja. Kan je daar ergens plaatsen? Bedoel, of zit ik volledig verkeerd qua gevoel? Wel goed, je ziet in de literatuur altijd die roep naar studies, die oproep naar studies die gemengd zijn. Mm-hmm. Dat past wel in de onderzoekswereld van dit moment. Mm-hmm. Maar blijkbaar botst het nog met de publicaties. Ja, het is moeilijk. Maar als je aanvragen doet bij grotere, voor onderzoeksprojecten, en zeker als je bij de Europese Unie wil proberen, bijna iedereen zal nu proberen eraan toe te voegen dat het een mixed method onderzoeksproject is. Ja. Dat zullen ze allemaal zeggen. Het is een beetje wat misschien ook wel een beetje een mode. Wel, ik zat aan dat woord te denken. Ja. Om fondsen te verwerven. Het staat nu goed aangeschreven om dat te zeggen. Ja. Eens je dan het onderzoeksproject verworven hebt, is mijn aanvoelen, krijg je toch wel nog altijd een beetje een verschuiving dat project eerder kwantitatief of eerder kwalitatief zal zijn. Nu begin ik wel zachtjes aan het idee te krijgen dat naast het bepalen van je onderzoeksvraag, dat je eigenlijk ook het moment dat je aan een paper wenst te beginnen, dat je eigenlijk ook al nadenkt over je methodologie in functie van de publicatie, of niet? Of ga je vrij uit en ga je gewoon op het einde zeggen van nu moet ik dit of dat doen om het daar of daar gepubliceerd te krijgen? Wel, de methodologie
Ja, is natuurlijk niet het doel. Hè. Uiteindelijk, je onderzoeksvraag staat voorop. Mm-hmm. En op basis van die onderzoeksvraag ga je na welke methodologieën staan er termijnen beschikking om die vraag te beantwoorden. Mm-hmm. Natuurlijk is dat een beetje een wisselwerking. Ja. En dat hangt af van de scholing die je hebt gehad. Hè. Als je voornamelijk als kwalitatief onderzoeker bent bezig geweest, ja, dan formuleer je ook vragen die toelaten om op een kwalitatieve manier die vraag te gaan beantwoorden. Ja. Dus omdat het je natuur is. Ja. Ja. Strategische overwegingen zullen er zeker zijn. Er leeft wel een beetje het idee dat je, als je statistiek gebruikt, dat je sneller gepubliceerd wordt. Ah, ja. En dat lijkt wetenschappelijker. Mm-hmm. Terwijl dat niet zo is. Hè? Mm-hmm. Maar dat zou kunnen dat wel een beetje leeft. Mm-hmm. En zeker in taalwetenschappen, waar er een tendens is ontstaan om meer, ook met de nieuwe technieken die er zijn, om corpora samen te stellen, die je dan met statistiek kan analyseren. Mm-hmm. Dus er is daar die tendens ontstaan van, dat is dan de echte wetenschappelijke manier. Juist. Ja. Ja. Ja, een tweede ding dat me eigenlijk hier in die maanden dat ik nu terug ben, opvalt, dat is, aan de ene kant laat men mij papers lezen die meestal door één auteur zijn geschreven. Aan de andere kant merk ik dat ongeveer alles wat ik nu op dit moment zie in SLE enzovoort, allemaal collaboratie is. Meer en meer, ja. Ja, dat ga je ook zien als je echt het veld SLE overschouwt van in de jaren 50, 60 tot nu. Mm-hmm. Dan zie je inderdaad, toen was dat allemaal één auteur of twee, drie maximum. Ja. En nu zijn dat onderzoeksprojecten met verschillende auteurs. Hè. Uiteraard vind je nu ook nog papers door één of twee auteurs. Hè, maar, zou ik kunnen beweren dat dan gevestigde auteurs zijn in dat geval waarschijnlijk? Niet jonge beginnende? Ja, dat zou kunnen. Maar dat hangt. Ik denk dat het voor een stukje samenhangt met het feit dat de wetenschappelijke wereld ook een business geworden is, mm-hmm. om projecten aan te vragen. En dat gaat dan al makkelijker, en dat wordt dan positief gewaardeerd, hè. Dat gaat dan al makkelijker in samenwerkingsverbanden. Mm-hmm. En hoe staat u tegenover samenwerken? Goed, dat is positief. Ja. Hè. Dat heeft alleen voordelen. Want het grote nadeel, wat je eigenlijk daarnet zei, is, beginnende onderzoekers kunnen dan hun stem niet laten horen. Mm-hmm. Als je alleen kan en mag publiceren, mag vaak, met mensen van een team, met ook de gevestigde namen enzovoort, dan is dat goed voor die gevestigde namen. Mm-hmm, ja. Maar waarschijnlijk ook goed voor die individuele onderzoeker, iets minder. Want ook natuurlijk, want je toont dat je dan in dat team zit. Mm-hmm. Maar in hoeverre verschil je van dat team? Wat is jouw bijdrage? Mm-hmm. Dat is dan moeilijker om, het is dan moeilijker om als individuele onderzoeker uit de verf te komen. Mm-hmm. En het is een competitieve wereld. En vaak zie je wel, als er sollicitatieprocedures, dat er wel wordt gekeken naar in hoeverre heeft iemand samengewerkt met andere auteurs, maar in hoeverre heeft iemand ook een eigen onderzoekslijn ontwikkeld. Ja, ja. Dus die zelfstandigheid is ook wel belangrijk. Mm-hmm. En als je alleen maar in collaboratie publiceert, speelt dat dan weer dus in je naam. Eigenlijk is het interessant dat je beide kunt aantonen. Ja, mm-hmm. Maar je moet de kansen krijgen. Ja. 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 Ja.
Dus op dit moment ben je eigenlijk niet meer onderzoeker. Je bent Ik ben coördinator. Niet meer actief. Precies. En ik heb nog een aantal studies die ik heb ingediend bij tijdschriften nu. Die zijn daarin in review. Ja, die zullen wel terugkomen met opmerkingen en dan zal ik die nog proberen afwerken. Ja, dus dat zal mijn onderzoeksactiviteit dus nog zijn. Dat neemt dikwijls wel wat tijd. Ja. En dat is eigenlijk waar ik ook aan dacht. Een verschil tussen kwantitatieve en kwalitatieve publicatiekanalen. Of hoe moet ik het zeggen? Vaak leeft ook wel het idee dat kwantitatief sneller gaat. Hè? Mm-hmm. Je doet een studie in een experimentele setting. Hè? Dus je hebt jouw experimenteel materiaal, je nodigt participanten uit, een groep van 30, 40 leerders, je test die en je schrijft je artikel. En het is niet zo eenvoudig als ik het je voorstel. Maar, dat is kwantitatief. Bij kwalitatieve studies, die dan ook vaak longitudinaal zijn, waar je in klassen gaat observeren, waar je in ziekenhuizen of waar dan ook meertaligheid gaat observeren, dat neemt allemaal veel meer tijd in beslag. Dus mensen die in een kwantitatief paradigma zitten, kunnen vaker, sneller en vaker publiceren. In een kwalitatief paradigma lijkt mij is dat minder evident. Dat zie je ook in de onderzoekswereld. Longitudinale studies komen heel weinig voor. En als die voorkomen, eerder als een kwalitatieve studie. Hè. Ja. Je zal kwantitatieve studies die longitudinaal zijn, die zijn zeer zelden. Dus eigenlijk nog de zo. De kans is dat die nu naar de toekomst meer gaan voorkomen. Ja. Dus nog zo'n modewoord eigenlijk. Hè. Niet alleen mixed method, maar dus ook longitudinaal. Ja. Als je kan zeggen dat je en kwantitatief en kwalitatief en longitudinaal zal gaan werken, dat is. Dan ben je binnen. Wel, dat, dat lezen ze graag. Oké, ik ga naar het einde van het interview, want u hebt eigenlijk meer dan wat ik verwacht had beantwoord. Dus u hebt mij eigenlijk dolgelukkig gemaakt. Vooral omwille van het feit dat ik tot nog toe weinig mensen kreeg die konden uitweiden over het kwalitatieve. Omdat er blijkbaar zoveel zijn die blijkbaar hier nu toch vooral in het kwantitatieve zitten. Ja. Mijn laatste vraag is, zo'n typische vraag die ik ergens gevonden heb, van wat zou je nog willen zeggen? dat je zegt van, dat had ik verwacht of dat wil ik nog kwijt. Dat is een moeilijke vraag. Ja. Wat zou ik nog willen zeggen? Ja. Mogelijk iets dat je zegt van, dat moet gewoon iedereen weten. Oei. ik had die vraag kunnen verwachten eigenlijk. Hè. Ja. Ik kan dan een gemakkelijker vraag stellen, zoals, wat is er eigenlijk innovatief geweest in uw onderzoek? Dat is een heel andere vraag. Hè. Ja, wat is ik weet het. Innovatief geweest in mijn onderzoek? Ik kan twee luiken inbouwen. Ja. Wat ik zelf, en dat zijn eigenlijk recente studies geweest. Mijn onderzoek ging over verwervingsvolgordes. Dat is een beetje de rode lijn. Ja, ik heb andere dingen gedaan ook, maar de rode lijn is, is verwervingsvolgordes geweest. Mm-hmm. Vandaar ook dat longitudinale. En wat ik dan recent met een andere collega heb gedaan is, kijk, we weten nu dat die verwervingsvolgordes er zijn, kunnen we dat nu ook didactisch gebruiken? Wel, twee dingen. Kunnen we het gebruiken voor assessment van de grammaticale ontwikkeling op een snelle manier? En kunnen we het ook didactisch inzetten? Ik ben nu niet meer actief als onderzoeker, maar dat is eigenlijk de lijn die ik, mocht ik wel actief nog geweest zijn, die ik zou hebben verder gezet. En wij hebben zo'n een imitatietaak ontwikkeld. We hebben dat nu voor Duits en naamvallen gedaan, maar je kan dat voor om het even welke taal en om het even welke grammaticale structuur gebruiken. En het idee is dat dan leerders zinnen horen die ze moeten reproduceren. Maar niet onmiddellijk reproduceren met een kleine
afleiding ertussenin. Ja. En op basis daarvan, en dat is dan voor assessment interessant, ga je onmiddellijk zien of ze de grammaticale structuur die in die zin zit, of ze die beheersen. Ja. Wat wij ook deden is in die zinnen die ze hoorden ook foutjes stoppen. Ja. Dus zij moesten eigenlijk zelf corrigeren. Mm-hmm. En als zij die zin natuurlijk correct reproduceerden, dus eigenlijk zelfs gecorrigeerd produceerden, mm-hmm. was, is het duidelijk dat ze, het, dat ze die regel beheersen. Ja. Hè? En zo kan je dan eigenlijk verschillende grammaticale regels in zo'n een test invoegen. Mm-hmm. En dan kan je mooi zien van die regel beheersen ze die nog niet. En mm-hmm. dat is voor assessment interessant. Maar ook didactisch kan je het gebruiken. Mm-hmm. Dus als een taak, dat is dan in een elektronische leeromgeving, mm-hmm. Thuis of in de computerklas, waar ze dus eigenlijk die zinnen herhalen. En door automatische feedback mm-hmm. kunnen ze dan zien, ik heb het goed gedaan of ik heb het niet goed gedaan. Mm-hmm. En dan weten ze, krijgen ze onmiddellijk feedback waar ze staan. Dat is natuurlijk mm-hmm. alleen voor morfologie en syntaxis. Hè. Mm-hmm. Maar dat vond ik wel interessant om nu in de laatste jaren te doen. Die elicited imitation task. Mm-hmm. Die voor assessment en voor didactiek interessant kan zijn. Mm-hmm. Dus dat vond ik wel een innovatieve bijdrage. Mm-hmm. Dan mocht je de kans krijgen, zou je waarschijnlijk... Ja, dan zou ik eigenlijk daarmee verder doen. Vanuit beleid, maar goed, dat is nu nooit... had ik een project ingediend rond oefenkansen in Nederlands. En dan gaat dan over NT2, waar je vaak een scheiding ziet tussen wat er in de klas gebeurt. En dan wordt er les gegeven en uit de klas, dat blijft dan uit de klas. En leerkrachten vragen natuurlijk wel eens, wat heb je gedaan in het weekend? En vertel eens over je woonkamer, hoe ziet die eruit? Dus je hebt wel de wereld van de cursist die binnenkomt, maar dat is veel te oppervlakkig. En ik had een project ingediend, maar dat is niet aanvaard. Om na te gaan van hoe kunnen we ervoor zorgen, meer, dat die leerders geactiveerd worden om Nederlands te gebruiken, te oefenen buiten de les. Mm-hmm. En eigenlijk om ook hun ervaringen van buiten de les binnen te brengen. Mm-hmm. En daar zouden waarschijnlijk ook didactische tools ontwikkeld uit dat project kunnen gegroeid mm-hmm. hebben, maar dat is nu niet gebeurd. En dan was jouw eerste vraag nog, wat wil ik nog zeggen? Hè? Ja, iets waar je eigenlijk vol van bent. Wat is de vraag? Wat wil ik nog meegeven aan andere onderzoekers, aan studenten? Dus eigenlijk iets dat ik eigenlijk in het verlengde van dit interview nog zou kunnen... Ja, vermelden in de stijl van het interview ging over onderzoek en onderzoeksmethodologie, maar ik wel vind, goed, ik ga nu aan één ding, ik weet niet of het relevant is voor het vak, hè, maar die studies die ontstaan in de onderzoekswereld en of het nu kwantitatief of kwalitatief is. Ja. Ze ontstaan vaak, dat is niet altijd zo, hè, mm-hmm. Los van ik wou zeggen los van een maatschappelijke context, maar dat is niet helemaal waar. Hè. Mm-hmm. Maar je ziet heel vaak dat de output, de onderzoeksresultaten enzovoort, die worden natuurlijk in academische journals verspreid, mm-hmm. maar dat de vertaling naar het publiek, naar de mensen die betrokken zijn, naar de mensen over wie het gaat, vaker niet gebeurt of te weinig gebeurt. Mm-hmm. En nu, als het over SLE gaat, de wisselwerking tussen SLE en didactiek, tussen SLE en de leerders, en tussen het taalleren in de maatschappij, die is
vaak afwezig, ja. Die is beperkt. Ja. Dus zeker voor kwantitatieve studies is dat. Voor kwalitatieve studies is dat gelukkig al iets meer. En je hebt ook projecten, of je hebt ook vormen van financiering die daarop inzetten. Als je een project aanvraagt, wat is jouw maatschappelijke valorisatie? Ja. En wie, welke actoren binnen dat maatschappelijke veld zijn betrokken geweest bij de conceptualisering van dat project, bij de formulering van de onderzoeksvragen, komen er ook vragen vanuit, vanuit de actoren in het veld. Dat, die richting gaat me gelukkig ook meer op. Mm-hmm. Maar die wisselwerking tussen de academische wereld en de maatschappij is soms beperkt. Ja. Dat vind ik prachtig om mee te sluiten. En we moeten daar iets aan veranderen, vooral. Hè. Perfect, 35 minuten. Ja, oké. Okay.